Mitchell van der Graag. Allereerst, je hebt vandaag wat oude bekenden de hand geschud, denk ik. Ja, maar ik had liever gewonnen dan dat. Dus dat klopt, ik heb er 2 jaar gezeten, dus het is logisch dat je veel bekenden ziet. Aan de andere kant ben je weer bezig met de opbouw voor de eerste competitiewedstrijd. En we hebben vandaag met 4-1 verloren. En dan had ik liever andersom gezien. En op de eerste 20, 25 minuten na vond ik het redelijk. De intentie was goed. En daarna zakte we ver weg. En ik vind het verschil met vorige week dusdanig groot dat het allemaal wat stabieler moet en beter moet. Ja, afgelopen week 1-0 verloren van Sheffield. Vervolgens ga je je voorbereiden op vandaag. Op welke punten wilde jij voortbouwen? Nou, in ieder geval de degelijkheid die we als verdedigend blok hadden neergezet vorige week. Nou, dat is er vandaag niet van gekomen. We wilden wat kleine dingetjes anders doen. Nou, dat hebben we niet voor elkaar gekregen. En dan zie je dat er een aantal jongens vooruit gaan en een aantal jongens achteruit willen. Dus de eenheid, dat was niet duidelijk. Ik denk dat we te makkelijk de goals tegen kregen. Nou, dat is natuurlijk wel een vereiste dat je in ieder geval stabiel moet zijn. We hadden een paar aardige uitvallen de eerste 20, 25 minuten. Na de 1-0 krijg je ook kansen, in ieder geval uit de corner, 2 keer uit een cornerbal. Nou, daar scoor je niet uit en dan geef je hem wel heel makkelijk weer weg. Dus ja, dan zakken we heel ver weg en dan is het allemaal heel matig. En dan verlies je hem uiteindelijk met 4-1. Nou, dat zijn duidelijke cijfers, dus dat betekent dat we nog niet daar zijn waar we willen zijn. Ja, vervolgens nu 2 dagen om je voor te bereiden op aanstaande dinsdag. Wat verwacht je van die tegenstander, een Turkse ploeg? Nou, op dit moment niet zoveel. Ik verwacht meer van mijn ploeg. En zeker gezien wat ik vandaag gezien heb, verwacht ik veel meer van mijn ploeg. Dus dat is in ieder geval waar we aan gaan werken. En wat we zo snel mogelijk voor elkaar moeten gaan krijgen. Het is kort dag, maar dat is allemaal geen probleem. We moeten stappen maken, we moeten beter worden. En na vandaag betekent dus dat we er nog lang niet zijn. Daarnaast is bekend geworden dat Menno Koch de nieuwe aanvoerder is. Kun je je keuze toelichten? Nou, die was vrij simpel. We hebben altijd gezegd, na het trainingskamp in Manchester gaan we daarover oordelen. En dan gaan we kijken wat de beste optie is en de keuze is. Nou, de spelers hebben daar ook een inbreng bij gehad. Nou, en daar is Menno uitgekomen. Er zijn nog een aantal jongens die erbij gekomen is. En volgende week gaan we daar eens mee om tafel zitten van wat wij van hun verwachten en wat zij van ons verwachten. Dus, maar in ieder geval de keuze is op Menno gevallen.